ik ben Tony Hermans. Ik woon in Wevers, dat is een deelgemeente van Bulze. Dat is hier zo een natte leemstreek al een beetje. En we hebben een gemengd bedrijf van rundvee, varkens en akkerbouw. Dat is een 250 zuigen met afmest. En het rundvee dat is het vleestype van een 60 kalvingen met afmest ook. En dan hebben we de akkerbouw in een 100 hectare waar we de teelten tarwe, gerst, maïs, chicorij en bieten. En wat weiland natuurlijk. Goed, Tony. Hoeveel jaren pas je eigenlijk al drijfmest toe in de wintertarwe in het voorjaar? Ja, we hebben dat nu een tweede jaar geprobeerd eigenlijk. Dit jaar is het nu wel extreem nat, het voorjaar. Dan is dat moeilijker. En daarom heb ik eigenlijk ook, omdat we het vroeger van de loonwerkers lieten doen, hebben we zelf nu de investering gedaan gehad voor dat kunnen uit te rijden. Dus, ja. Ja, we zien de ton hier staan. Je hebt gekozen voor een sleufkouter, zal ik zeggen. Vroeger deed je het met sleepslangen. En waarom ben je dan toch overgestapt op die sleufkouter? Ja, ook al omdat je op dit dier alleen vlif krijgt. Met sleepslangen krijg je geen vlif tussenkomst. En ben je ook tevreden van die techniek? Is dat beter, denk je, voor de tarwe voor zo te injecteren? Of? Ja, er wordt eigenlijk niet echt veel beschadiging aan de planten gedaan, omdat dat heel weinig drukt op de bodem. En waarom heb je eigenlijk ervoor gekozen om je drijfmest af te zetten op je wintertarwe in het voorjaar? Voor je bedrijf dan? Ja, omdat kunstmeststoffen eigenlijk ook nogal vrij duur zijn. Zeker dit jaar. En we zitten sowieso al met mest te veel wat we in buurregeling moeten afzetten. En ja, in het voorjaar neemt de plant eigenlijk veel beter. In het najaar heeft dat niet meer veel zin. In de stoppel nog gaan mest, drijfmest rijden. Ja, de voordelen is sowieso, je moet minder kunstmest gaan aankopen en er is sowieso geen verzuring in de gronden. Dat er minder verzuring is met drijfmest. En de nadelen zijn natuurlijk, als het nat voorjaar is, dan gaat dat wel moeilijker. Maar de percelen zo in leemgebieden, daar gaat het eigenlijk wel vrij snel tegen. Hier in het nat Naspengouw is het al iets moeilijker. Heb je enig idee hoeveel meer mestafzetruimte je hiermee creëert? Ja, rond de 200 kub toch wel, wat we er meer kunnen afzetten. Ja, voor uw eigen bedrijf? Voor het eigen bedrijf, ja. En zijn er ook percelen waar je derogatie op aanvraagt? Of is dat voor u persoonlijk niet interessant in deze regio? Wij vragen geen derogatie aan, omdat we zitten hier al in een rood gebied. Dus de bemestingsnormen liggen hier al vrij verstrengd. En daarom heb ik geen derogatie aangevraagd. En de mestafzet valt hier ook nog wel mee in dit verder gebied. Zijn er ook collega's die vragen voor deze techniek toe te passen? Voorlopig heb ik nog geen vragen gekregen van landbouwers voor mestafzet via op tarwe. Maar ik doe dus een warme oproep voor in het voorjaar ook in de toekomst misschien wel wat afzet te doen. Mijn naam is Geert Polenus en ik ben akkerbouwer in Gingelom. En dat situeert zich eigenlijk in Haspengouw, droog Haspengouw. Ik teel hoofdzakelijk de klassieke akkerbouwteelten hier, zoals suikerbieten, wintertarwe, chicorij, maar ook groenten zoals bonen, erwten en ook spruitkool. Drijfmest op wintertarwe heb ik voor het eerst in contact mee gekomen een tiental jaar geleden. Ik stond er een beetje sceptisch tegenover, het in het voorjaar en het over het perceel rijden. Maar één keer geprobeerd heb ik dat eigenlijk zeer goede ervaring mee gehad. Toen in der tijd was dat geen drijfmest, maar was dat een soort digestaat. Dat eigenlijk de loonwerker mij had aanbevolen om eens te proberen. Ik ben er ook als graszaadteler eigenlijk nog eerder mee begonnen, omdat die percelen vaster zijn dan de klassieke tarwepercelen. Dus een tweede of een derde jaar graszaad teelt, wat ik eigenlijk ook doe. Die grond is vaster en is beter om over te rijden. Goed Geert, we zijn hier op het perceel waar dat je drijfmest hebt laten rijden, ongeveer een klein 5 dagen geleden. Hoe vind je het beeld op zich eigenlijk nu?
Wel, zoals u ziet, dus 5 dagen geleden erover gereden over in verband met het drijfmest. En je ziet bijna geen spoorvorming. De loonwerker heeft ook in hondengang gereden, dus de 4 sporen staan langs elkaar. En mooi samengedrukt, toen was het ook droog. Ik zie hier geen structuurschade, terwijl eigenlijk binnen een dag of 8, 9, hier komt kijken, ziet je niks meer van het drijfmest uitrijden. Het is mooi gespreid. Ik denk dat het drijfmest niks van verloren gaan is. Ammoniak, alles de grond in. Ik kan er eigenlijk, het was perfecte weer, droog uitgereden. En een dag of 2 daarna regen, dus alles zit waar het hoeft te zitten. Je hebt dan eigenlijk ook nog profijt met het drijfmest, hè? Dat je, zoals je zei, met de sporenelementen. Dus dat is ook alleen maar een voordeel voor je tanden. Ja, hè? Ja. Fosfor, kali en andere elementen zitten misschien in mindere mate erin, maar dat is toch extra voor de bodem en nateelden en volgteelten ook. Dit is nu gereden met de schijfkouter. Je hebt een lichte incisie, zal ik zeggen, van de tarwe, maar dat is eigenlijk ook alleen maar profijtelijk, zeggen ze? Of? Ja. Hier en daar wordt misschien een klein beetje wortel of tarwe doorgesneden, maar dat herstelt zich. En welke bewerking of wat er ook gebeurt in de grond, als dit iets dieper gaat, tarwe herstelt zich en er is eigenlijk geen schade. Ik denk niet dat er 2 of 5% uitval is van tarweplantjes na een bewerking met drijfmest. Op dit perceel heb ik er 60 eenheden kunstmest, 2 dagen voor de drijfmestuitregeling, laten zelf gereden met vloeibare stikstof. En dus 3 dagen na dat kunstmest, na die vloeibare stikstof, heb ik het drijfmest laten rijden. 120 eenheden, moet je er eigenlijk 50-60% van pakken. Ik schat 60-70 eenheden, hou ik rekening mee met mijn totale bemesting van het drijfmest. Ja, dus die 60% van die 120 eenheden die komt dan in het jaar van toediening vrij. En dan hebben we ook nog een tweede en een derde fractie. Hoe pak je dat eigenlijk aan? Ik kijk naar vanaf de stand van de tarwe. Ik heb ook nog mijn resultaten niet teruggekregen. Ik laat van al die percelen ook een dieptestaal nemen, een stikstofstaal. En na vanaf het advies dat ze mij geven, hou ik er rekening mee van wat ga ik nog een tweede of een derde fractie geven. Of geen tweede en alleen een derde fractie. Of alleen een eerste fractie drijfmest of kunstmest en een tweede fractie. Dat hangt er al vanaf. Na vanaf het seizoen en na vanaf het resultaat van mijn uitslag van de bodemkundige dienst. De bodemkundige dienst heeft daar de 50-30-20 regel. Eigenlijk sluit dat wel wat aan met uw theorie. Afhankelijk van het seizoen zal er 50% van de drijfmest vrijkomen bij de eerste, 30 bij de tweede en 20 bij de derde. Hè? Ja, ik denk dat de meeste boeren daar ook rekening mee houden met die 50-30-20 regel. Dat is toch eigenlijk een heel deel procenten van eenheden stikstof die je kunt aftrekken van je kunstmest. Hè. Dat bespaart u toch heel wat? Ja, ik mag wel zeggen dat door bijvoorbeeld in dit geval hier 120 of 130 eenheden dierlijk mest toe te dienen, dat neerkomt op een 60, 70 eenheden stikstof die ik bespaar. En ergens ook een beetje fosfor-kali in mindere mate die in de komende jaren toch ook bespaard moeten worden met kunstmest. Ja, zeker aan de huidige kunstmestprijzen is dat eigenlijk alleen maar voordelig voor de akkerbouw. Ja, aan huidige kunstmeststofprijzen is het voordelig, ja. Nadeel is dat je bijvoorbeeld in droge of natte, heel droge of heel natte omstandigheden niet juist weet van wanneer wat vrijkomt. Dat is misschien een beetje het nadeel. Dus dat is iets waar verleden jaar bijvoorbeeld door de droge omstandigheden zal er minder van drijfmest gewerkt hebben. Maar door dan na de tarweoogst een groenbemester te zaaien, komt er toch weer veronderstel ik een beetje van wat misschien niet gewerkt heeft in de groenbemester terecht en gaat er eigenlijk niks verloren van drijfmest. Dus eigenlijk uw reststikstof heb je daar een beeld van. Laat je af en toe stalen nemen voor te weten van wat heeft dat nu gedaan voor mijn tarwe qua reststikstof? Of? De laatste jaren heb ik daar minder ervaring mee, maar een 6-7 jaar geleden liet ik stalen nemen dus in het najaar en zag ik dat die percelen met groenbemester, soms was de groenbemester wel aan de hoge kant, maar zag ik toch dat alles uit de grond was en dat mijn najaarstalen in orde waren. 2 keren voordelig noem ik dat. Dat is een voordeel voor ons en een voordeel ook voor de erosie en voor de bodem. Ja, oké. Okay. Goed. En dan soms laat je toch nog op de stoppel een paar eenheden rijden.
Ja, de maximale dosis dat we mogen rijden, in dit geval denk ik 36 eenheden, laat ik dan rijden in de stoppel na de tarweoogst. En daar zet ik dan een groenbemester na. Wat het ook dan een resultaat geeft dat de groenbemester een klein beetje stikstof heeft voor toch iets of wat hoogte te hebben. En voor zijn startgroei eigenlijk. Voor zijn startgroei en ook komt ten goede voor de teelt in het jaar daarna. Dus eigenlijk doe je tweemaal dierlijke mest. Je laat een 120-tal eenheden komen in het voorjaar en dan vult je aan met een 36-tal eenheden in het najaar. Juist. Dus dan heb ik eigenlijk zowel in het voorjaar en als in het najaar drijfmest, waarvan ik eigenlijk toch twee keer voordelig zowel de tarwegroei in het voorjaar en in het najaar de groenbemester groei heb. Ja, en eigenlijk als de groenbemester een goede start krijgt, dan gaat hem ook dieper gaan stikstof opnemen, wat eigenlijk ook weer het nitraatresidu en de waterkwaliteit een goede komt. Hè? Juist, dus de groenbemester haalt wat het drijfmest in de grond zit, haalt de groenbemester er terug uit. Met een degelijkere groei van de groenbemester. En wat dan ook waarschijnlijk een beetje toch in de nateelt of de volgteelt ten goede komt. Het loonbedrijf van Vinkeroy is gevestigd in Tongeren. Wij bieden verschillende loonwerken aan, waaronder spreiden van drijfmest. Onze klanten zijn vooral gevestigd in Haspengouw. En de landbouwgronden zijn hier vooral zand, leem en leemgrond. En de zwaardere gronden komen hier ook regelmatig voor. En natte gronden komen zeker ook regelmatig voor. Van waar kwam eigenlijk het idee om als loonwerker in te zetten op drijfmest en wintertarwe? Het is eigenlijk begonnen met het te zien eigenlijk in Nederland. Daar is het systeem eigenlijk al veel toegepast. We zijn ervan overtuigd dat drijfmest toedienen op de tarwe eigenlijk voordeliger is dan in het najaar. Omdat we eigenlijk maar 36 eenheden werkzaam mogen toedienen op het einde van het najaar eigenlijk. Waardoor er voor de afzetter eigenlijk meer kosten gaan zijn voor het aantal uren eigenlijk. En er ook meer kans is op reststikstof. Hoe groot is de vraag eigenlijk in de regio en groeit die nog? Of? Toen we gestart zijn was het toch een moeilijke start, moet ik zeggen. Omdat het een nieuwe techniek is en landbouwers er twijfelachtig tegenover stonden. Maar we zien jaar na jaar eigenlijk toch meer en meer vraag. Landbouwers starten meestal met enkele hectares. En het jaar erop vragen ze meestal toch om meerdere hectares op deze manier te injecteren. Hoeveel kuub zetten jullie gemiddeld van welke mestsoort? En wat is jullie ervaring met de verdere bemesting van de percelen? Onze meeste klanten zetten dus de eerste fractie in 90 eenheden, waarbij er dan wordt gevolgd door ons met een 70 tot 80 eenheden werkzame stikstof eigenlijk. Het type drijfmest dat mag de klant meestal zelf beslissen. We kiezen daarvoor meestal voor varkensdrijfmest of digestaat. De verdere bemesting dat laat je eigenlijk best adviseren door je fytoadviseur. Omdat best wordt bekeken eigenlijk hoe het gewas staat. En ieder jaar is anders. En daarom wordt er eigenlijk elk bedrijf anders aangepakt. De opbrengst is eigenlijk te vergelijken met gewoon de traditionele teelt. En de kosten zijn natuurlijk wel veel lager, waardoor op het einde van de rit je portefeuille dikker zal zijn met dit systeem. We hebben daarvoor een Vredo aangekocht enkele jaren geleden. Deze is uitgerust met een bandendruksysteem en werkt ook in hondengang om zo eigenlijk de bodem optimaal te gaan ontlasten. Daarnaast hebben we dan ook een sleepvoetbemester van Bomeg aangeschaft, die dan echt eigenlijk dient om drijfmest in de tarwe gaan toe te dienen. Daarnaast is er ook een mestverzamelpunt gebouwd, waarbij we dus eigenlijk mest kunnen gaan opslaan in de winter. En ook zo in het voorjaar eigenlijk onze klanten optimaal kunnen gaan bedienen. Goed, Grietje. Ja, we zien hier op de achtergrond de Vredo bezig met de bouwlandinjecteur. Je hebt al gesproken over je sleepvoet. Wat zijn de voordelen hiervan tegenover andere sleepslangen bijvoorbeeld? Onze sleepvoet heeft bijvoorbeeld een breedte van 18 meter, waardoor je dus eigenlijk een bredere werkgang hebt dan met de andere werkmachines. Dus je gaat eigenlijk op minder plaatsen op het perceel moeten rijden eigenlijk om toch een bepaalde breedte te kunnen spreiden? Ja, dat klopt.
Dat heeft ook zijn nadelen. Wat met lange, smalle percelen bijvoorbeeld, dan zijt je natuurlijk ook rapper leeg als je met zo'n grote werkbreedte werkt. Hoe lossen jullie dat op? Daarvoor hebben we ook onze schijvenegg. Die wordt eigenlijk meestal voor op het gras gebruikt. Maar in zo'n situaties is deze daar ook heel geschikt voor. Omdat deze een kleinere werkbreedte heeft. En zo kunnen we dan eigenlijk het perceel op- en afrijden en dan terug telkens bijvullen. Wat zijn volgens jullie eigenlijk de voor- en de nadelen van drijfmessen puntertarwe? Het heeft eigenlijk veel voordelen. Zo is het eigenlijk ook gratis voor die wat ontvangt. Je gaat ook een fractie minder stikstof moeten toedienen, waardoor je dus ook weer aan kostenbesparing gaat doen. Daarnaast breng je ook dus meer bodemleven in je bodem, omdat je dus een organisch materiaal gaat aanbrengen aan je bodem. En dat gaat het bodemleven dan ook weer stimuleren, waarbij ook andere mineralen worden aangebracht aan je bodem.